toen kampioen. De coach van Den Bosch toen, Ruud Marwijn, coacht nu de ploeg van Den Helder. En Jan Dekker is na een afwezigheid van een jaar weer terug bij Den Bosch. In de nieuwe competitie zijn er tot nu toe 2 wedstrijden gespeeld. En zowel Den Bosch als Den Helder wonnen hun beide wedstrijden tot nu toe. Nogal wat nieuwe gezichten bij beide teams. Den Helder heeft 2 nieuwe Amerikanen gehaald. Dit is Stephen Kite, hij komt van Tennessee Tech. En de andere man heet Mo Smith. Hij is een goede rebounder, spectaculaire speler. Komt van Oral Roberts University. In Den Helder lopen ze met deze kerels nu al weg. De coach van Den Bosch van verleden seizoen was Ruud Harrewijn. Hij staat hier rechts, maar nu zit hij op de bank van Den Helder. En bij Den Bosch is Jantje Dekker, de oud-international en oud-Den Bosch speler, terug. Dan de nieuwe gezichten bij Nashua. Dit is de hele sterke Amerikaan Paul Thompson, die eerder al bij 3 NBA-teams speelde. Dit is international Ronald Schilp. Verleden jaar nog hier in Den Helder, nu in Den Bosch. En ook terug in Nederland is Raymond Botsen na een jaartje collegebasketbal in Amerika. Directbank haalde 2 internationals naar het Marsdiep. Dit is de blonde grote guard Okke te Velde, die uit Amsterdam komt. En dan een voor het Nederlands topbasketbal onbekende man. Hij komt uit Amerika, waar hij 4 jaar op school ging, Ed de Haas. Opvallend in de eerste helft. Een snelle 16-6 voorsprong voor Den Helder. Zeker onder de impulsen van Smith. Een nogal groggy Peter van Noord naar een forse elleboogstoot. Daarna een uiterst humoristische valpartij. Iedereen viel, niemand scoorde. Dan een rustig dunkje van de Amerikaan Reddick, waardoor de Bossenaren gelijk kwamen. Coach Harrewijn van Den Helder werd vervolgens erg boos omdat hij vond dat de scheidsrechters het niet goed deden. En dan 2 laatste scores, nog 1 van Paul Thompson en 1 van Botsen, waardoor de ploeg uit Den Bosch voorkomt met 30-41 bij rust. Jos Kuipers geeft aan dat die bal inside gespeeld moet worden. Dat betekent naar de lange mannen, want daar staan ze ervoor. Korthout mist. En daar is daar Ronald Schilp met zijn eelt van zijn rechter pink. Waarschijnlijk dat hij hem erin tikt. 55-64. En het is ineens weer 9 punten. Een paar keer onoplettend verdedigen van de thuisploeg. En dan is het ineens weer gebeurd. Kite, mooie bal in beweging. Balanceert op de rand van lopen, maar er is geen aanvallende reboundkracht. Botsen. Botsen wil Kuipers ergens hebben, maar Kuipers en Botsen hebben een ego dat zo groot is dat je dat nauwelijks kan verplaatsen. En dat doet Reddick gewoon waarvoor hij ingehuurd is, namelijk gewoon scoren. Hij hobbelt een beetje over het veld. 11 punten verschil. Reddick geeft aanwijzingen. Marco de Waard. Smith. Duivelshof, goed gepaast. Mooie bal. Mooi gespeeld. Paas is goed. Afmaken is goed van Peter van Noord. Goed, die telt ook. Terwijl de Bossenaren aardig het spel wisten op te houden door een pressing, kwam Kite vrij en die sloeg hem van de derde verdieping af. Botsen is de spelverdeler. Paul Thompson speelt nu als swingman, maar eigenlijk als nummer 2. Botsen mist. Rebound is voor de Waard, die nuttige rebounds pakt aan de weak side. Kite. En ineens is het weer een wedstrijd. Wat het hoort, 64-68. De Waard gooit in. 64-68. Botsen strak op het lijf van Rootselaar. Is goed. Raymond Lagrand op een subtiel paasje. En het is 2 punten verschil. 66-68. Met deze bal kan Marco de Waard de partijen weer gelijk brengen. Dat doet hij. 3 keer is Den Helder nu teruggekomen. En het is 68 gelijk. Merkwaardige wedstrijd. Thompson. Coach Jan Dekker heeft alles wat hij aan kracht heeft meteen weer in het veld gezet. Wat ze mist. Domme bal op de schieter. De Waard van Rootselaar. De Waard terug. Het is nu een man-to-man verdediging geworden. Peter van Noord raakt. En nu staat Noordkop. Hoe kan het? Ineens voor. De ploeg was down en out.
1 punt voorsprong voor Den Helder. En ik zeg het nogmaals, ze komen van heel ver. Eigenlijk dik verslagen al hadden ze moeten zijn. Den Bos was te aardig, te lief. Tijd. Wacht. Smith wacht. Is niet scherp genoeg, Smith vanavond. Van Noord, altijd de harde werker geweest. Zijn hele leven. Marco de Waard. En nu? Fout voor Paul Thompson. Van Rootselaar. Op posten van Smith heeft geen zin. Kite. Bal bij Smith, bij Kite. Rara, wie heeft die bal? Over alles heen. Oei, 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 oei. Wat een vingerspitsenbevuil. Wat een heerlijk subtiel balletje. Bal gestolen door Van Rootselaar. Bij de stand 79-76 en even meer dan 2 minuten. Een helderse score betekent nu veel. En de tijd, die loopt ook mee. We hebben nog 15 seconden op de schotklok staan. Peter van Noord niet. En dan wordt de bal aan de andere kant gestolen. Hier gaat Thompson, die gaat alleen. Nee, die geeft Pietersen de bal. En die mist hem. En dan is er toch weer Thompson en die mist. En dan weer raak. Hoe is het mogelijk, Pietersen, dat je die bal er niet in krijgt? 20 rondjes straf om de bosbaan vanavond. Van Rootselaar. 79-78. 1 3/4 minuut. Kite. Van Rootselaar de Waard. Smith vraagt de bal. En Smith gaat ook. Nee, houdt zich in. Smith nu weer. En Smith geblokt door Reddick. En nu Thompson. 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 Thompson mist. Wat gebeurt er verder? Iedereen heeft nu honger in de bal. En Smith heeft hem. De Waard. Van Rootselaar houdt die bal vast. De tijd. 1 minuut en 12 seconden. Kite. De Waard van Rootselaar. 1 punt voorsprong voor Den Helder. De thuisploeg die absoluut geklopt leek in deze wedstrijd. Van Rootselaar. Hoeveel nog op de schotklok? Nog 7 seconden. Dan gaat Van Rootselaar. Wat doet hij? Peter van Noord. Ja. Time-out meteen. 81-78 voor de thuisploeg. 39 seconden als Rob Korthout de bal krijgt en Den Helder met 3 punten voor staat. Botsen is in het veld. Botsen is nu point guard. Kuipers kan de 3 punten schieten. Thompson kan het ook. Inside. Rob Korthout wordt geblokt door Maurice Smith. En dan heeft Thompson de bal, gaat omhoog en die bal valt niet goed. Dan is er een fout in het spel. De fout is van Jos Kuipers. En die lacht erom, want hij vindt dat het niet waard is. Feest op de tribunes nu in Den Helder. Hun ploeg stond achter bij rust 11 punten. Kwam er in de eerste 10 minuten na rust niet aan te pas. En dan nu ineens die 81-78. Opvallend trouwens dat de ploeg uit Den Bosch die voorsprong zo heeft weggegeven. Kite, de man van de wedstrijd. Wat zijn scores betreft, Peter van Noord goed in de rebounds. En Kite redt dan die bal nog. En daar komt Van Rootselaar en daar is Smith. En dan is het afgelopen. En dan gaat Den Helder hier op zeer verrassende wijze winnen. De laatste bal van de wedstrijd telt nu meer. Die gaat er nog net in. Het is een 3-punter. Maar Den Helder wint hier met 83-81 het eerste treffen. Tussen de ploegen die verleden jaar tegenover elkaar stonden in de play-offs. Wat een verrassende wedstrijd.